Sterrenwever leidt aan een energiestofwisselingsziekte. Een zeldzame ziekte waarbij bij bepaalde vormen 70% van de kinderen overlijdt voor het 10e levensjaar. Jij bent er nu klaar voor? Doe je altijd, hè? Nee? Doe jij altijd gewoon? Zo, ja. Ja, dit is wat typisch sterren. Dit is vooral dit. Daarna. Zeg maar, dat is een beetje wat sterren heeft. Een stofwisselingsziekte is van eerst heel erg vrolijk kunnen zijn. Maar daarna meteen eigenlijk heel erg moe daarvan zijn. En dan moet ze weer opladen. En dan over een kwartiertje is ze weer bijgeladen. En dan kan ze weer vrolijk zijn. En dat gaat zo de hele dag eigenlijk een beetje op en neer. Nou, wij zijn een gezin met drie mooie opgroeiende kinderen. Onze oudste is 19 en zoon. Daarna hebben we een dochter van 16 en Sterre dan is 12. Sterre is een verschrikkelijk mooi meisje met een energiestofwisselingsziekte. En daar kwamen we achter dat ze een jaar of bijna 3 jaar was. Het was wel een meisje wat altijd heel erg rustig was. Dus als baby, als derde kind in het gezin, hadden we zoiets van, daar kan je wel een heel elftal van hebben. Want ze sliep bijna de hele dag. Maar ja, naarmate ze ouder werd, werd ook wel duidelijk dat dat niet helemaal gezond was. Een energiestofwisselingsziekte is een progressieve ziekte, waarbij de batterij van het lichaam niet goed werkt en langzaam leegloopt. Kinderen met deze ziekte hebben vaak weinig energie. Sterre kan niet lopen. Ze kan kruipen en ze kan eventjes staan. Maar als ze 2 minuten bij wijze van spreken op haar benen staat, dan zakt ze gewoon door de benen heen. Want dan kunnen de benen haar zelf niet meer tillen. Praten kan Sterre niet. Sterre kan wel heel veel geluid maken, heel veel herrie maken. Ze kan heel goed gillen en dat soort dingen. Alleen ze heeft het begrip heeft ze helemaal niet voor taal. Dus dat herkent ze gewoon niet, dat begrijpt ze niet. Kan ze ook niet onthouden. Tot op heden is genezing van energiestofwisselingsziektes niet mogelijk. Maar dokter Smijtink en zijn team maakt grote vorderingen in de ontwikkeling van het medicijn. Dat doel dat komt in zicht. Alle stappen die we zetten, alles wat we bedacht hebben tot op heden klopt. We zitten nu tegen de laatste fase van wat heet het preklinische onderzoek aan. De fase waarin de stoffen die we nu tot onze beschikking hebben uitvoerig getest moeten worden op mogelijke bijwerkingen. En we willen natuurlijk geen bijwerkingen, of althans zo weinig mogelijk bijwerkingen van toekomstige medicijnen. En dat is de fase eigenlijk die voor de klinische trialfase zit. Die klinische trialfases die hebben ook weer een aantal go-no-go beslissingen. Dus daar gaat nog wel een zekere periode overheen. En een zekere periode, wat houdt dat in? Ja, als dat allemaal heel erg goed loopt voordat een product te maken komt, maar dan moet er ook werkelijk helemaal niets tegen zitten. Dan praat je over 2,5 jaar, denk ik. Nou, de stappen die hij maakt in het onderzoek, dat gaat zo ontzettend snel. Al lijkt het inderdaad voor de buitenwereld lijkt het langzaam te gaan. Maar dat we inderdaad zien van nou, het kost zoveel tijd. Het moet aan zoveel regels voldoen. En die man die werkt zo ongelooflijk hard. Petje af, dat kan ik alleen maar zeggen. En ik twijfel er geen moment aan dat hij voor de volle 100% voor deze kinderen wil gaan. Het onderzoek van dokter Smijtink en zijn team is een duur proces, waarbij het onderzoek grote steun krijgt van de stichting Energy for All. De stichting die zamelt geld in eigenlijk om het onderzoek van Jan Smijtink te financieren. Of althans een groot deel daarvan. Daarnaast houden we ons bezig met bekendheid genereren voor energiestofwisselingsziekte in het algemeen. Meer omdat heel veel mensen nog niet weten wat een energiestofwisselingsziekte is. Ik denk dat in de afgelopen jaren door het landelijke netwerk wat Energy for All opgebouwd heeft, door alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn, meer mensen dan voorheen, maar ook meer dokters dan voorheen, van deze ziektes op de hoogte zijn. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er meer patiënten gediagnosticeerd worden met deze ziekte. Dat de tijd die nodig is om die diagnose te stellen korter is geworden. Dat er nieuwe gendefecten opgespoord zijn. Dat daardoor prenatale diagnostiek mogelijk is geweest, waardoor gezonde kinderen geboren werden. Dat is één kant van de zaak. Tweede onderdeel is de fondswerving. Dankzij de middelen die Energy for All bijeengebracht heeft, hebben we nu ons eigen onderzoekslaboratorium, waar we geheel 100% van de tijd bezig kunnen zijn met het doel wat ook Energy for All nastreeft,
namelijk iets vinden waardoor patiënten een betere kwaliteit van leven hebben en nog beter zouden kunnen genezen. Ja, het blijft een race tegen de tijd, want iedere dag overlijden er gewoon patiënten met mitochondriële ziekte. En iedere dag dat wij later zijn, is eigenlijk een dag te laat. Dat je 's ochtends een keer bij de komt en dat je denkt van, hé, ze leeft niet meer. Dat is gewoon altijd je grootste angst. Ja, kunnen wij het leven van Sterre niet straks comfortabeler maken om de reden dat ze er misschien niet meer zal zijn? Hopen we in ieder geval dat we heel veel andere kinderen daar dit leed mee kunnen besparen. Ik heb hoop en overtuiging dat de ziekte verholpen kan worden, of in ieder geval de symptomen verholpen kunnen worden. En ik hoop dat professor Smijtink het medicijn vindt of tevreden is voordat hij met pensioen gaat. En ik heb echt de hoop dat dat ook gaat gebeuren. Nou. You are so beautiful to me.